Thierry, heb jij iets met voetbal? Nee. Dit doet jou niets? Nee, het doet mij niets. Nee. Dirk-Jan Epping? Ja, ik wel. Ik woon al enige jaren in Amerika. Amerikaanse sporten interesseren me eigenlijk niet. En ik ben altijd blij als ik in Nederland ben, dan kan ik voetbal kijken. En ik ben altijd blij als een Nederlands team wint. En ook mee zitten juichen boven daarnet. Ik zag het niet helemaal. Nou, juichen niet meteen, maar ik vind het altijd prettig om te zien dat een Nederlands team het goed doet in Europa. Na de enorme dreun die nieuwkomer Forum voor Democratie vorige maand uitdeelde tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, richt de partij haar pijlen alweer op de volgende stembusgang. Vandaag is Forum voor Democratie ofwel de grootste, ofwel de gedeeld grootste, ofwel de één na grootste partij van Nederland geworden. Wij gaan een nieuwe generatie opleiden en we gaan de huidige leiders vervangen en verslaan. Wij hebben de mensen om de Europese Unie te verslaan, zodat wij eindelijk weer de baas worden in ons eigen land. Bij mij aan tafel partijleider van Forum voor Democratie Thierry Baudet en lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Dirk-Jan Epping. Ik wil eerst even terug naar jullie ontmoeting. Vorig jaar hebben jullie elkaar pas echt leren kennen. Het was voor een uitzending van Buitenhof en toen zei Thierry tegen u: ga nou mee naar ons kantoor aan de Herengracht, of partijkantoor. U was een beetje moe na een lange reis uit New York. En dan de rest ga ik hier uit het boek voorlezen. Okay. De scooter. Heb je wel eens op een scooter gezeten? Vroeg Thierry aan mij. Ik reageerde verbaasd. Een scooter? Ik had nog nooit op een scooter gezeten. De vraag deed me onwillekeurig denken aan de film Roman Holiday uit 1953 met Gregory Peck en Audrey Hepburn. Buiten stond inderdaad een scooter. Op het eerste gezicht een oud model, museumwaardig. Hij pakte het voertuig, ging erop zitten en zei: kom Dirk-Jan, ga zitten. We gaan. En zo reden we op de scooter over de Herengracht. Ja, dat moest ik aan denken. Ik hield hem stevig vast, want er zat veel vering onder de zittingen. Niet te hard rijden, riep ik nog in zijn oor. Als we vallen, komen we morgen ongetwijfeld in het nieuws. Bijna geruisloos koersten we richting het keldertje, het bescheiden zenuwcentrum van de partij. Wat een lief beeld, twee mannen op een scooter. Ja, dat was voor mij ook een totale verrassing, want ik dacht van hij komt op bezoek in het hotel, ik ben heel moe, ik moest via Lissabon vanuit New York hier naartoe reizen. Dus ik wilde eigenlijk gaan slapen, dan dacht ik van nou een thee drinken met de heer Baudet, dan heb ik het wel gezien. En toen in één keer kwam hij met die scooter aanzetten, dacht mijn god, wat krijgen we nou, ik heb er nooit op gezeten. En dat ding veerde ook zo, en als je dan over die grachten rijdt, dan ga je zo op en neer en op en neer. En denk maar niet dat ik dan ga remmen. Voor uiteraard niet, nee, dat begrijp ik. Was het een ritje waarvan u dacht, en een ontmoeting ook waarvan u dacht, nou, dit is iemand met wie ik verder zou kunnen werken, dat u dichter tot hem kwam? Ja, het is wel natuurlijk een manier waardoor je iemand anders beter leert kennen. Het is niet een soort van, zal ik zeggen, een sollicitatiegesprek of iets dergelijks. Het is zeer spontaan. Mm-hmm. Het is ook een beetje zoals hij is. Het komt en het is, je verwacht het niet echt. Je bent er niet echt op voorbereid. En nou ja, in één keer zit je daar en dan praat je verder. Ja, want u was voorheen lid van de VVD. Hoe keek u naar de opkomst van Forum? Ik heb er wel met belangstelling naar gekeken, want ik was lid van de VVD tot 1 april vorig jaar. Dat is geen grap. Maar ik vond dat de VVD te ver naar links ging. Mm-hmm. En ik ben meer zo centrumrechts. En dat kwam eigenlijk door het klimaatbeleid en de energietransitie, die volgens mij te veel geld gaat kosten. En ik heb in België gewoond, daar had ik gezien dat het te duur zou worden. Ik denk, jeetje, gaan ze nou in Nederland dezelfde fout maken als wat ik al gezien heb? En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van ja, ik zeg het toch op. Want ik had 25 jaar VVD gestemd. Ik heb gewerkt voor Frits Bolkestein, de Europese Commissie. Dus ik moest er wel even over nadenken. Ja. Dat viel mij zwaar. En toen heb ik het opgezegd. En toen dacht ik van nou goed, ik ga een beetje rondkijken. En toen nam Thierry contact met mij op, een tijdje later. En hebben we elkaar leren kennen. En toen hebben we gesproken over Europa. Hij had mijn columns gelezen in de Volkskrant. Mm-hmm. En ik weet niet, wat vond je daarvan? Wat vond je daar eigenlijk van? Ja. Waardeloos. Kijk, wat heel uitstekende kritiek op de EU. Altijd dicht bij de feiten. En wat je ziet bij het hele oeuvre van Dirk-Jan. Dat voor hem, en ik denk voor heel veel mensen, het falen van David Cameron om daadwerkelijk concessies van de EU te krijgen, toen voor het Brexit-referendum, een keerpunt was in zijn denken over de EU. En dat sprak mij heel erg aan, want ik heb al wat langer dat ik zeg, de EU, dat werkt niet. Dat is onhervormbaar, is een doodlopend spoor.
En toen zag ik dat dus ook iemand als Dirk-Jan Ebbing, die de EU van binnenuit kent, zegt van ja, nu is het duidelijk, de EU kiest gewoon voor de vlucht naar voren. Dit moeten we niet doen, we moeten nu aan de rem gaan trekken. Dus hetzelfde toen sentiment. Heb ik hem benaderd en hebben we een overeenstemming bereikt. De overwinning vorige maand, waarbij jullie de grootste partij werden, waar ongeveer 1 miljoen mensen op hebben gestemd, dat was ook heel erg het gevoel tegen de gevestigde orde. Buiten de gevestigde orde, niet al bestaande partij, partijkartel, dat zijn de woorden die jij altijd daarvoor gebruikt. Dan kies je met Dirk-Jan Ebbing toch voor iemand die heel erg bij de gevestigde orde hoort. Ja, maar ik herken me ook niet in het beeld van alleen maar tegen iets. Wij willen een andere orde. Wij willen nog steeds ook een orde vestigen. Alleen wij willen op een aantal beleidsterreinen een fundamenteel andere koers. Immigratie, klimaat, zo genoemd, de alsmaar uitdijende overheid en alsmaar die regelzucht, regeltjes. En over de Europese Unie ook. Wij willen een Europa van natiestaat. En dat is ook de titel van het boek van Dirk-Jan. Daar gaan we het ook zo over de inhoud zeker nog even hebben. Maar het feit dat Dirk-Jan veel in Europa heeft gewerkt, jarenlang er is geweest, dat zie je als een pre. Een enorme pre. Hij kan, wat de Amerikanen zeggen, hitting the ground running. Dus hij komt daar als hij verkozen wordt straks. Hij weet precies waar hij terecht moet. Hij kent al allerlei internationale partners waarmee we gaan samenwerken. En hij kan een cruciale rol spelen in het opzetten van wat wij noemen een Europees eurosceptisch platform. Want als je de EU wil stoppen, dan moet je samenwerken, maar dan wel met partijen die net als wij niet willen dat de Europese Unie alsmaar groter wordt. En dat is een cruciaal verschil tussen ons en de VVD. Want de VVD werkt samen met Verhofstadt. Mm-hmm. Dus dan weet je zeker, dan krijg je meer EU, meer EU. Heeft u veel vrienden in Europa? Ja, zeker. Dus overgehouden uit die periode dat u daar werkte? Ja, uit die periode. Ja. Ik ben nog vaak terug geweest naar Brussel, bezoek hen. Wat vinden ze van uw overstap naar Forum voor Democratie? Er zijn heel veel mensen die dat kunnen begrijpen. En het is ook zo dat in het Europese parlement heb je eigenlijk geen oppositie. Dat is een soort van kerkkoor dat zingt van wij willen meer EU, meer EU, meer ons, meer onszelf. We zijn geweldig. Dat heb je zelf ook jarenlang moeten doen. En dat heb ik, nou, ik heb dat niet gedaan, ik ben er tegen ingegaan. Maar we waren met weinig mensen. En wat je nu ziet in Europa is dat er een Europese beweging is onder de mensen die zeggen van ja, dit wordt allemaal te gek, dit wordt te veel. En je ziet het in, ja, niet alleen in Nederland, je ziet het ook in grote landen zoals Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland. Dus we hopen op een wenteling, een keerpunt in Europa. En daar kunnen wij in meedoen. Dus voor de eerste keer een echte oppositie, zoals een parlement een echte oppositie nodig. Even wat helderheid verschaffen over het standpunt. U was altijd voorstander van de EU, was tegen een nexit. Maar nu zit u bij een partij die tot voor kort voorstander was van een nexit. Waar staat u precies zelf op dat punt? Nou, zoals we net al gezegd, ik heb ingezien dat de Europese Unie niet van binnenuit veranderd kan worden. Want elke keer als je wilt veranderen, dan zegt men ja, veranderen betekent meer. Niet minder. En in het Europese parlement, als er kritiek is de kritiek altijd dat het te weinig Europa is. En ik heb dus gezegd, ja, dat is niet te hervormen. En dat is ook wel gebleken in mijn artikelen. Heb ik dat voortdurend naar voren gebracht. Maar wat betekent dat? Het is niet te hervormen, dus dan moeten we er radicaal uit? Is dat wil zeggen dat we nu zien dat het op een doodlopend spoor zit. En dat we moeten kijken ook hoe gaat het met Brexit. Weet je, daarvan leren. En vervolgens moeten we in Nederland een referendum uitschrijven. Een bindend referendum, dat is afgeschaft. Waarbij je de vraag stelt, nou, wil je nog verder gaan in deze EU? Waar men probeert om alle staten op elkaar te drukken. En probeert een EU-staat te maken die als het ware de nationale staten vervangt. Met een Europese regering, een Europees leger, Europese belastingen. Een referendum, dat is toch in Engeland ook één groot zootje geworden? Nou ja, dat moet je niet onmiddellijk doen, dat moet je goed voorbereiden. Kijk, Cameron heeft gedacht, ik hou een referendum, want hij had het referendum van de Schotse onafhankelijkheid had hij gewonnen. Hij had een verkiezing gewonnen, hij was helemaal vol vertrouwen. Toen dacht hij van, nou, die zaak met de Europese Unie, dat ga ik ook even oplossen met een referendum. Ja, toen heeft hij zijn neus met zijn neus tegen de deur gelopen. Mm-hmm. En daardoor zit. Maar daarvoor hebben we toch een politieke partijen die regeren, die kiezen we toch? Een referendum. Dat is een dermate ingrijpende beslissing, dat je moet voorleggen aan de bevolking. En dan kun je niet zeggen van, oh, de regering kan het niet uitroepen. U zegt zelf wel van, het is niet van binnenuit te hervormen. Daarin proef ik een soort afwijzing van het systeem gewoon op zich. Dit is niet te redden, ook al gaan we erin, ook al hebben we medestanders. We kunnen dat niet eigenlijk goed krijgen. Nee, dus dan gaan we een referendum houden
om aan de bevolking te vragen, moeten we uit de EU? Dat is de centrale vraag die gesteld zou moeten worden. En als de bevolking dan zegt, nee, we moeten er niet uit... Ja, dan beslist de bevolking dat. Mm-hmm. Ik vind als er een uitslag van een referendum is, dan is dat de uitslag. Zeker. En maar zelf denkt u dat het beter zou zijn om eruit te stappen? Ik denk dat uittreding op termijn, als dat aan de orde is... Dat er inderdaad de juiste optie is. Ja. En als ik nou kijk naar Groot-Brittannië, daar heeft het allemaal erg lang geduurd. En de Britten hebben gestemd om uit te treden. En je ziet dat referendum niet echt gehonoreerd wordt, omdat een heel deel van het establishment zegt, we willen eigenlijk toch wel blijven. En nu zie je dat men aan het onderhandelen is om op een of andere manier toch te blijven in die Europese Unie. Wat we ook zien, en daardoor ontstaat die frictie. Ja, het kost ook tot nu toe, al voor de afgelopen 3 jaar, heeft het 66 miljard pond gekost. Hoe bedoelt u, heeft dat gekost? Dat heeft het gekost tot nu toe. Dat is de investeringen, alles bij elkaar opgeteld. Dit is de Bank of England heeft het berekend. De Britse economie doet het zeer goed. Doet het beter dan de eurozone. Toen het referendum er was, toen werd er gezegd, oh, de Britse economie gaat instorten. Mm-hmm. Dat is niet gebeurd. Ook toen Donald Trump werd gekozen tot president van de Verenigde Staten, zeiden we, oh, de beurs gaat instorten, de Amerikaanse economie gaat instorten. Dat is niet gebeurd. Er is dus erg veel dramatisering ook. Ik denk wel dat er moeilijkheden zullen zijn in het begin, wat schommelingen enzovoort. Maar uiteindelijk zal het Verenigd Koninkrijk beter af zijn, omdat het de vijfde economie is ter wereld. Mm-hmm. En zijn eigen plaats kent en Britten houden ervan door te zetten. De Bank of England had berekend dat het in de komende 15 jaar na een Brexit de Britse economie 4% zal kosten. Bij een no-deal Brexit zelfs tot 10%. Ja, maar krimp van de Britse economie. Dat is wat men verwacht. Maar er zijn ook andere studies en andere artikelen waar men zegt dat valt nog wel best mee. In het begin zullen er moeilijkheden zijn. Maar de Britten, en ik heb ze meegemaakt in het Europese parlement, ze voelen zich eigenlijk nooit echt thuis in de EU. Ze wilden een gemeenschappelijke markt en daar moesten ze bij blijven. En ze zijn meegetrokken in een systeem dat eigenlijk leidt naar een Europese staat. En dat hebben ze nooit gewild. De Ever Closer Union. Ik wil even iets aan Thierry vragen, want daar is iets gewijzigd op jullie site waar het standpunt van Forum stond over de Nexit. De EU is onhervormbaar, dat horen we nu ook van Dirk-Jan. En Forum voor Democratie is voorstander van een Nexit. Dat stond er in maart nog op, nu is dat weg. En dan staat er, de partij is voorstander van een referendum over het EU-lidmaatschap. Het is allebei waar. Het is allebei waar. Het is niet van binnenuit hervormen? Inderdaad. Dus wij zijn voorstander van een Nexit. Ik ben voor uittreding uit de EU. Dat is het partijstandpunt, want wij denken dat de Europese Unie onherroepelijk, onvermijdelijk al de lidstaten forceert in een Verenigde Staten van Europa. Door de open grenzen, door de gedeelde munt, door de interne markt, wat een soort een bureaucratisch systeem is om alle productstandaarden te harmoniseren. Dus dat gaat niet werken. Maar wat je natuurlijk moet doen, is je moet rekening houden met de mede door de media gecreëerde paniek in Nederland over de Brexit. Helemaal niet zoveel aan de hand in het Groot-Brittannië. Maar omdat iedereen al 2 jaar aan het gillen is erover, is er nu een soort sfeer ontstaan van, oh, het is allemaal heel erg. Valt allemaal enorm mee. Maar je moet een beetje meebewegen. En als mensen op dit moment heel erg in paniek zijn over die Brexit, dan ben ik best bereid om te zeggen, nou, we gaan niet morgen uit de EU, maak je zich maar geen zorgen. We doen het in fases. Mm-hmm. Maar ons standpunt is volstrekt helder. Ja. Wij zijn voor soevereiniteit. Wij vinden dat Nederland, net als Frankrijk, Duitsland, gewoon zelf moet kunnen beslissen over al die cruciale vragen waar politiek over moet gaan. Immigratie, klimaatbeleid. Toen de PVV een motie indiende voor een Nexit, toen hebben jullie daar niet voor gestemd. Precies, dus dat was een signaal aan mensen van, u hoeft zich bij ons geen zorgen te maken. Het is, Forum voor Democratie is niet een partij die morgen zegt, zonder daar goed over na te denken, wij gaan uit de EU, bekijk het maar. Dirk-Jan Epping gaat nu eerst met zijn team naar Brussel toe om een Europees platform te bouwen. Om in ieder geval nu die EU te stoppen. Want Verhofstadt, Timmermans, Juncker, al die gekken, die zijn bezig om de hele boel daar door te laten marcheren tot een totale superstaat, bureaucratische. Even los van deze abstracte onderscheiding. Vervolgens gaan we vanuit Nederlandse politiek referenda organiseren. Dus we willen een referendum over de euro. We gaan een referendum doen over de open grenzen. We gaan een referendum doen over een Europees leger. We gaan een referendum doen over de interne markt. En dan uiteindelijk wat veel. Dan, ja, natuurlijk. Maar wij zijn voor democratie. Veel van de Nederlandse bevolking daar gewoon over moet kunnen beslissen. Het klinkt voor mij een beetje als wedden op twee, of hoe zal ik het zeggen, bewandelen van twee paden. Wel proberen om in Europa een soort alliantie met gelijkgestemden te creëren. Ja. Daar iets te bereiken en tegelijkertijd het systeem fundamenteel af te wijzen. Ja, maar er zit geen tegenstelling in.
En dat is het Europees Parlement. En daar zitten heel veel mensen die zeggen nu van... oh, het is prachtig, we willen nog meer, nog meer. In democratie heb je een parlement nodig met een oppositie. Een parlement zonder oppositie is een parlement zonder vrijheid. Ja, dat heeft u gezegd, inderdaad. Ja, dat heb ik gezegd. En dus moet je in het Europees Parlement zo'n oppositie ook opbouwen. En partners zoeken die dat ook vinden. En we vinden veel partners. En u zult er na de Europese verkiezingen nog veel meer hebben... die zeggen, ja, het gaat te ver, het wordt te veel, het moet terug... En dat komt nu niet ter sprake, maar weet, je kunt het heel institutioneel bekijken. Hè? We gaan in dat Europees Parlement zitten. Maar het is natuurlijk ook, los van al die instituties, die EU-instituties... ook gewoon een ontmoetingsplek. En wij zijn pro-Europa. Wij houden van Europa, we zijn voor Europese samenwerking. We willen graag met iedereen communiceren en... We zijn tegen de EU, maar voor Europese samenwerking. In het boek schrijft dus we kunnen uitstekend met al die mensen... In die ontmoetingsplek in Brussel. Dat is heel belangrijk. U schrijft in het boek... als we nu geen actie nemen, wordt de cultuur zoals we die in Nederland en West-Europa kennen... binnen een generatie uitgewist. Het collectief geheugen verdwijnt. Onze identiteit gaat stuk. Waar haalt u dat idee vandaan? Waar krijgt u dat idee van? Nou, dat is eigenlijk zo dat als je kijkt naar de elites in Europa... dan zijn ze bereid om de waarden, en vaak grondwettelijke waarden... te verzachten eerst en daarna te laten eroderen, als ik het zo mag zeggen. Het is daarom belangrijk... Waar moet ik dan aan denken? Wat voor grondwettelijke waarden in Nederland bijvoorbeeld? De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst. Die worden door Europa allemaal beperkt? Nou, die worden door de nationale elite zo uitgelegd... dat ze steeds meer op de achtergrond raken. En dat heeft ook te maken met immigratie. En vooral niet-westerse immigratie. Waar men zegt van, nou ja, de gelijkheid van man en vrouw... laat dat maar een beetje zitten. In sommige landen wordt de sharia wordt gedoogd. Bijvoorbeeld in Groot-Brittannië en in Griekenland. Dat daardoor is aangesproken door de Raad van Europa. Dus je ziet dat men sluipenderwijs dat aan het opgeven is. En dat is niet goed. Ik denk dat we voor onze waarden moeten staan. Dat zijn grondwettelijke waarden. Maar dat even zijn concreet niet voor mij in Nederland. Welke waarde daarvan is ingeperkt de laatste tijd? Want ik weet niet precies welke u bedoelt. Nou, ik denk dat de gelijkheid van man en vrouw niet altijd wordt gehonoreerd. Als het gaat om kringen van niet-westerse verhoudingen. En kijk, de Europese Unie is een immigratiemachine. Als wij niets doen aan de Europese Unie... kunnen we ook niets doen aan de massale immigratie. Want de Europese Unie dwingt ons tot open grenzen. Dus als Epping schrijft in zijn boek over... we raken onze identiteit kwijt... ja, dan heeft hij het over immigratie, vooral niet-westerse immigratie... die als gevolg van de EU op ongecontroleerde wijze naar ons land komt. Het is er een soort tastbaar bewijs dat we onze identiteit kwijt zijn? Ja, ga maar naar een gemiddelde straat in Nederland. Ga maar naar een gemiddelde marktplein op zaterdagmiddag in Nederland. Je herkent in heel veel gevallen gewoon je eigen land niet meer. Maar wat bedoel je precies, want je herkent je eigen land niet meer? Ik snap het niet zo goed. Nou, dat is dan heel merkwaardig. Want ik denk dat ontzettend veel mensen in Nederland dat wel begrijpen. Maar bedoel je dat mensen er anders uitzien? Of dat er andere dingen verkocht worden? Wat moet ik me dan... Ja, en wat dacht je van die flatgebouw met al die schotelantennes... die allemaal op Al Jazeera gericht zijn. Kijk, we kunnen nu een soort verstoppertje gaan spelen hier op televisie. En ook, ik heb er nergens last van. Iedereen in Nederland... Maar iedereen in Nederland, volgens mij, die ziet... dat er sprake is geweest de afgelopen decennia... van veel te veel immigratie op ongecontroleerde wijze... waar we totaal niet hebben gekeken naar cultuurverschillen... waar we in moskeeën haatpredikers... Als je dan zelf dan over je grenzen gaat, hoe ziet dat er dan uit... als je het voor het zeggen hebt? Hoe ziet dat Nederland er dan uit? Wij willen dus stoppen met die ongecontroleerde immigratie. We willen naar een wat wij noemen Australisch immigratiemodel... waarbij Nederland zelf bepaalt wie hier naartoe kunnen komen en wie niet. We willen de integratieproblemen voortvarend aanpakken. We willen stoppen met buitenlandse financiering van moskeeën, van islamitische scholen enzovoorts. Dat zijn allemaal enorm belangrijke stappen die VVD en CDA jarenlang hebben tegengehouden. En dat komt onder andere door hun onderhorigheid aan Brussel. Mark Rutte, die speculeert op een Europese toppositie, die doet dus helemaal niets aan die open grenzen en die ongecontroleerde immigratie. Maar dat wil ze populair maken. Wanneer heeft hij gezegd dat hij een Europese toppositie wil? Nee, dat ontken je natuurlijk. Op het moment dat je zegt dat je het wil, dan weet je zeker dat iemand het niet krijgt. U heeft onlangs gezegd dat hij zich voor de verkiezingen moet uitspreken, definitief, of hij wel of niet een baan wil. Maar dat heeft hij al heel vaak gedaan. Even kijken. Er is geen kandidaat voor beide jobs. Dus het is uitgesloten dat u Tusk gaat opvolgen? Ja. Gaat u zeker niet doen?
Nee, dat ga ik zeker niet doen. Dus u gaat op geen enkele manier niet naar Europa. Zo is het. Helemaal niet. Helemaal niet. Hij zegt dat ik opvolger word van Donald Tusk. Ja, de voorzitter van de Europese Raad. Waar. Bij deze. Nee, niet Tusk, Juncker. Mm-hmm. Hij is op de baan van Juncker. Hij ontkent het in alle toonaarden. Elke Europese oppositie. Ik heb dat, ik heb dat meegemaakt toen ik journalist was bij de NRC met Ruud Lubbers. En die zei, oh nee, ik ben geen kandidaat voorzitter van de Europese Commissie. Nee, nooit, nee. En 2 minuten na het sluiten van de stembus in 1994, een faxje, ik ben kandidaat. Kijk, zo werkt dat. Als de heer Rutte nu zegt van, ja, misschien, ik denk erover na, valt het kabinet morgen en zijn de verkiezingen overmorgen. Dus hij moet dat maar zeggen. Maar dan zegt u eigenlijk dat u denkt dat Rutte liegt. Ik zie aan zijn bewegingen en zijn uitspraken dat hij in de richting gaat van een publieke sollicitatie. Hij zegt, ik ken hem goed hoor, hij was vroeger eurosceptischer dan ik was. Hij zei ook dat windmolens op subsidie draaiden. Ja, maar hij heeft wel even, om het voor Rutte op te nemen, want hij heeft toch wel een land wel gebestuurd en bij elkaar gebracht en ook eenheid gebracht in het geheel en niet verdeeldheid. Het gaat hier om de vraag is. Ja, maar hij heeft geen referendum nodig om een beslissing te maken. Dat is toch leiderschap ook? Nou ja, ik weet niet of iedereen dat nog vindt. Maar er zullen ongetwijfeld veel dingen beter kunnen. Nee, het is zo dat hoe kom ik ertoe dat ik zeg dat hij in is voor... Nou, omdat één keer iemand tegen u heeft gelogen, betekent het niet dat per definitie dat iemand anders dat en hij zegt, ik ben een Europese bekeerling. En dan zegt hij, oh, het klimaatbeleid, dat moeten we gaan doen. En Nederland gaat meer doen. En hij doet dat in allemaal speeches. En daaraan kan ik zien dat hij precies zich zo positioneert dat hij in de gunst valt van de Europese elite. Ja. En zeker van de Franse president. We gaan het nauwlettend in de gaten houden. Ja. We gaan het nauwlettend in de gaten houden of dat inderdaad zo is of niet. Dank jullie wel allebei.